En zo gaan we de laatste kilometer in. Iedereen heeft kunnen sparen voor die laatste kilometer. Ismael Dupré leidt. Buitenkant is het favoriete Labal. Die houdt al van zo'n koersje. Zo'n snelle laatste kilometer vindt hij wel lekker. Daarachter aan de relingzijde volgt dan Eternal de Zee. Daarachter ligt In the Wind met de klepjes nog naar boven. En die gaan nu naar beneden. Klepjes zijn getrokken door Jaap van Rijn. En hij heeft plannen met In the Wind. Die wil straks een versnelling gaan plaatsen. En zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Nog altijd een halve lengte voorsprong voor Robin Bakker die opzij kijkt. En nog altijd de Duitse amateurrijder Tom Karten daar ziet liggen met favoriete Labal. Komt de volgende tussentijd alweer aan. Maar voor Ismael Dupré 1:16.9. Ismael Dupré gaat als eerste de laatste bocht in. Favoriete Labal komt dichterbij. Driedik gaat nu in de aanval In the Wind. Daarachter Eternal de Zee aan de relingzijde. Die zit wat vast. Maar Kooijman lijkt ook daar best wel tevreden met zijn positie. En ze zijn inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. Leiding nog altijd in de handen van Ismael Dupré. Het gaat steeds harder en harder. Het gaat steeds een tandje harder. Ismael Dupré leidt nog altijd. Daar komt Vierdik aan de buitenkant. Elixir Normand. Zo zijn de paarden in de laatste rechte lijn. Schakel nummer 3 galop. Laatste rechte lijn. En daar wordt de leiding overgenomen aan de buitenkant door Favoriete Labal. Helemaal aan de buitenkant komt Elixir Normand. Aan de binnenkant komt hij toch nog een keer weer terug. Ismael Dupré. Drie paarden op een lijn. Bakker tegen Karten en Schoonhoven. Op weg naar de streep is het. Schoonhoven voor Bakker waarschijnlijk. Elixir Normand, de 6. Met een neusje. Maar de foto komt zo. 17-1 voor de winnaar. We zijn heel benieuwd naar de finishfoto, dames en heren. Die ieder moment in beeld kan komen. En daar is de finishfoto. En inderdaad aan de binnenkant is het Bakker die wint. Ismael Dupré. Schoonhoven en Karten voor plaats 2. Dat scheelt heel weinig. En het comité buigt zich momenteel over de beelden en met name over de finishfoto. Het is bijzonder close op plek 2 en 3 tussen de paarden Elixir Normand, paarden nummer 6 en de 7. Favoriete Labal. Maar de winnaar die is officieel. Dat is Ismael Dupré en Robin Bakker. En die winnen hier in een tijd van 1:17.1. En de Spangerhoeven stond hier al eerder met een dekbon van Timoco. En dan krijgen opnieuw vallen ze in de prijzen. En hengsthouder Frank Bins heeft een mooie certificaat weer meegenomen. Ismael Dupré is een 5-jarige bruinruim van Powerjet uit Adjadjadora. Gefokt in Frankrijk en eigendom dus van de Spangerhoeven. Trainer Bas Krebas en rijder Robin Bakker. En heeft een mooie stunt aan 13-1. Heeft hij dus het paard gespeeld, dan krijgt hij 13 euro terug tegen elke ingezette euro. Het is een mooi feest hier bij de Victory Circle. Robin Bakker heeft alle felicitaties overgenomen. Robin, mooie stunt. Ja, vorige keer had hij een mooi koersje gehad, 14 dagen terug. Dus had hij een mooi koersje in de benen gehad. En want had, na de laatste keer had hij even gas teruggenomen. En hij had nou een mooi koersje en ik kon mooi indelen. En ja, hij kan uit de rug en ik denk als ik mijn eigen tempo kan rijden, dan kan hij van kop af ook. En hij maakt het goed af. Super. Mooi ingedeeld en je maakte misschien wel het verschil in de laatste knik van de bocht? Ja, kijk, ik kon onderweg mijn tempo rijden en die andere is ook een tempoloper, die bleef naast me. En ik denk, ja, nou moet ik proberen wel even een stukje te vluchten, net een knikje. En dat had ik op de finish net genoeg. Mooie overwinning. Ze zeggen wel eens vanuit de Brons Challenge, dat is tot 15.000. De stap naar de zilver is heel groot. Ismael is net uit de brons, wint ook gewoon een zilver challenge. Ja, dus ja, het is allemaal mogelijk. En, de Brons Challenge is een hele brede, altijd grote velden. Er ontstaan goede paarden uit die klasse. En ik hoop dat die paarden dan door kunnen stomen naar de zilver. Kijk, ik ken misschien eens een keer de provincie in. Bas die rijdt natuurlijk ook wel eens naar Frankrijk. De provinciebanen. En nou ja, daar winnen ze ook een koers. En dat ze dan hier een rit krijgen, dat is alleen maar mooi. Super Robin, een mooie overwinning. Dank je. Prachtige overwinning dus van Robin Bakker hier met Ismael Dupré. Bas, de trainer. Robin die zegt net, misschien is hij wel weer aan toe aan een koers in Frankrijk in de provincie. Als hij zelf zijn zilver kan winnen, ligt dat ook in de toekomstplannen? Nou nee, hij zal morgen lopen in Frankrijk, maar hij mag niet lopen. Want de vorige eigenaar gunt ons niet dat we daar mogen starten. Die willen die kaart niet aftekenen, er zit een location op. Dus hij mag er niet lopen, daarom loopt hij vandaag hier. Want hij zou eigenlijk helemaal niet lopen, maar hij werd er in Frankrijk uitgegooid. En hem hier gehouden nog weer bijgezet. Pakt goed uit. Zit er nog uitzicht in de zaak? Nou, die mensen willen 5000 euro hebben, maar dat moeten we niet betalen. Dat is absurd. Spanje koopt een paard voor niet te veel geld. En daarna zijn die mensen jaloers om binnen 6 weken in vorm hebben. Ja, waardeloos. En de mensen zijn ook nog fokken, dus ze krijgen nog fokpremie als we in Frankrijk koersen. Vandaag niet, maar we zien hem ook heel graag hier. Nou, ik denk dat hij over 14 dagen weer hier loopt, of er moet een wonder gebeuren.
Dankjewel Bas. Gefeliciteerd. Bedankt. Tweede aankomende in deze pre-Timoco gaan we straks horen van de comitéleden. Was dus nog bijzonder close. Alleen de winnaar dus nog officieel, Ismael Dupré. En die won in 1.17.1. En ook de uitslag is nu in totaliteit officieel. Dus een dead heat op plek 2 tussen paard nummer 6 Elixir Normand en de 7 favoriete Labal. Dat betekent dat uw koppel 1, 7 en 1, 6 beide goed is. Vierde werd paard nummer 4 Frederike Norg en vijfde de 5 Gonde Sofia. Het is dus 1 voor de 6 of de 7 en dan de 4, 5 in koers 5. De pre-Timoco Etalon met een prachtige winnaar Ismael Dupré en Robin Bakker. Start is gevallen. Veel snelheid aan de buitenkant. Daar komt naar voren Eternal DC en Tom Kooijman. Aan de binnenkant gaat mee Ismael Dupré. En zo gaan de paarden op weg naar de eerste bocht. En daar is Kooijman als eerste. Eternal DC die neemt de kop. Daarachter Ismael Dupré aan de relingzijde. De derde plek aan de relingzijde is voor In The Wind. Buitenkant naast hem ligt Favorite de Labal. En daarachter op de vijfde plaats is het Frederike Norg. Bakker gaat van de reling af met Ismael Dupré. Gaat achter Eternal DC vandaan. Die een paar rare hoofdbewegingen maakt. Bakker dacht misschien, dan kan ik maar beter voorliggen dan achter. Hij neemt nu de kop over. Het is straks nog twee ronden te gaan. Ismael Dupré. Daarachter Eternal DC. Aan de buitenkant is het Favorite Labal op de derde plaats. Vierde aan de buitenkant In The Wind. Heeft ook een mooi plekje gevonden. Vijfde aan de relingzijde is Frederike Norg. De opening is 1.14.9. Daarachter volgt Elixir Normand in het tweede spoor. Aan zijn binnenkant ligt Elisa D'Amour. En dan zijn we in de start van het veld beland. Voorlaatste is op dit moment Gonde Sofia. En de laatste plaats is voor John Dekker met El Greco. Zo gaan de paarden de Z-turfbocht door. En Bakker maakt het tempo met Ismael Dupré. Daarachter Eternal DC. Schuin daarachter op plaats 3 ligt Tom Karten, de Duitse amateurrijder die hoog staat in de stand bij de Duitse amateurs. Met zijn eigen paard Favorite Labal. Die wordt gevolgd aan de buitenkant door In The Wind. Die heel mooi meegaat op die rug. Ligt er eigenlijk perfect in. Hetzelfde geldt aan de relingzijde trouwens ook wel voor Frederike Norg. En het tempo is erg laag op dit moment. Tussentijd 21-9. 21-9, dat is een wandeltempo met Ismael Dupré aan kop. En het hoeft ook niet harder. Niemand valt hem aan op dit moment. Zeker aan de buitenkant niet Tom Karten. Ligt op plek 2 met Favorite Labal. Aan de relingzijde daarachter is het Eternal DC. In The Wind op de vierde plek. Daarachter aan de relingzijde is favoriet is het Frederike Norg. Ook aan de relingzijde ligt Elisa D'Amour. En zo gaan de paarden alweer de bocht door. Komen ze de rechte lijn voor de tribune in. Straks nog één ronde te gaan. De hekkensluiter blijft nog altijd El Greco. En voorlaatste ligt Gonde Sofia. Tempo is ietsje omhoog gegaan, maar het zal niet heel veel harder gaan dan 21-9. We gaan het zo zien, want de volgende tussentijd komt ook alweer op de klokken. Wordt weer neergezet door Ismael Dupré, 1.19.7. Ietsje harder dus, maar niet veel. En zo gaan we de laatste kilometer in. Iedereen heeft kunnen sparen voor die laatste kilometer. Ismael Dupré leidt. Buitenkant is het Favorite Labal. Die houdt wel van zo'n koersje. Zo'n snelle laatste kilometer vindt hij wel lekker. Daarachter aan de relingzijde volgt dan Eternal DC. Daarachter ligt In The Wind met de klepjes nog naar boven. En die gaan nu naar beneden. Klepjes zijn getrokken door Jaap van Rijn en hij is plannen met In The Wind. Die wil straks een versnelling gaan plaatsen. En zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Nog altijd een halve lengte voorsprong voor Robin Bakker die opzij kijkt. En nog altijd de Duitse amateurrijder Tom Karten daar ziet liggen met Favorite Labal. Komt de volgende tussentijd alweer aan. Met Ismael Dupré 1.16.9. Ismael Dupré gaat als eerste de laatste bocht in. Favorite Labal komt dichterbij. Driedik gaat nu in de aanval In The Wind. Daarachter Eternal DC aan de relingzijde. Die zit wat vast. Maar Kooijman lijkt ook daar best wel tevreden met zijn positie. En ze zijn inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. Leiding nog altijd in de handen van Ismael Dupré. Het gaat steeds harder en harder. Het gaat steeds een tandje harder. Ismael Dupré leidt nog altijd. Daar komt Vierdik aan de buitenkant. Elixir Normand. Zo zijn de paarden in de laatste rechte lijn. Uitgeschakeld nummer 3. Nummer 3 galop. Laatste rechte lijn. En daar wordt de leiding overgenomen aan de buitenkant door Favorite Labal. Helemaal aan de buitenkant komt Elixir Normand. Aan de binnenkant komt hij toch nog een keer weer terug. Ismael Dupré. Drie paarden op een lijn. Bakker tegen Karten. En Schoonhoven op weg naar de streep is het. Schoonhoven voor Bakker waarschijnlijk.